Namens DVS TV heet ik u van harte welkom. Vandaag de wedstrijd DVS 33 tegen Harkemase Boys. We gaan deze wedstrijd voorbeschouwen zoals u van ons gewend bent met Roeland de Berger. Goedemiddag Roeland. Goedemiddag. Goedemiddag. Afgelopen maandag spraken we over voorbereiding naar deze wedstrijd toe. En hoe is dat gegaan, die voorbereiding de afgelopen week? Nou, we hebben natuurlijk wel maandag de slechte prestatie van afgelopen zaterdag goed nabesproken met elkaar. En nou ja, vervolgens zijn we aan het trainen gegaan en de hele week eigenlijk gefocust op deze wedstrijd. Hè. Dus het kan niet meer zo zijn dat wij, zoals afgelopen zaterdag, wat je daar hebt laten zien, dat kan niet nog een keer voorkomen. Dus de focus heeft vooral gelegen op van, hoe gaan we het zaterdag weer beter doen. Dus vandaag. En ik denk dat we dat goed met elkaar besproken hebben. Ook in de training een aantal dingen hebben laten zien. Vooral donderdagavond, teamtactisch. Dus hoe we dingen anders willen hebben. Maar goed, ook heel veel begint gewoon met instelling en mentaliteit. En dat zal de basis moeten zijn vandaag. Oké. Met welke elf ga je dat vandaag doen? Zijn er wijzigingen in de opstelling? Ja, Rico is geblesseerd, dus die wordt vervangen door Joram van Zanten gaat op zijn positie spelen. En Heiko komt erbij in, die gaat rechtsachter spelen. Voor de rest zijn het dezelfde elf. En, sorry. Alleen hebben we iets meer de nadruk gelegd op van, wat kunnen wij tegen tegenstander verwachten en waar kunnen we ons voordeel halen. Zodat we dus iets anders weer gaan spelen vandaag om daar meer uit te halen, meer voordeel uit te halen. En nou goed, dat is aan ons vandaag om dat te laten zien, om dat in drie punten om te zetten. Waar denk jij het verschil te kunnen maken? Nou, vooral goed door de linie spelen. Ik denk dat er wat meer ruimte gaat ontstaan tussen de linies. Dat heeft ook te maken met hun spel. Dus we zullen snel vooruit er doorheen moeten spelen. We zullen wat meer overlap moeten hebben in verschillende linies. Dus wat meer beweging moeten hebben. Het tempo moet hoger. Dus ik denk dat wij daar het verschil kunnen gaan maken. En een goed resultaat is ontzettend belangrijk vandaag. Ja, dat is super belangrijk. Dat is super belangrijk, want je hebt nog steeds daarboven gewoon een hele grote groep dicht bij elkaar staan. Maar dan moet je gewoon weer bij gaan aansluiten. En dan blijf je bij de onderste weg. En dat moet wel gebeuren. Oké, dan wensen we je namens DVS TV heel veel plezier en geluk. En we hopen op een goed resultaat vandaag. Dankjewel. Eerste balcontact van Maurice de Ruiter. De aftrap voor de wedstrijd DVS 33 tegen Harkema. Naar achter. Renken. Renken houdt de bal binnen. Schokker. Geeft de bal aan in nummer 7. Dan gaat hij gevaarlijk door. En schiet hem op de lat. Of op de paal. Gevaarlijk moment voor de goal van Daan Huisman. Basile Camara. Maurice de Ruiter. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Oh, die bal die valt daarop voor de voeten van Stelpstra. Maakt daar een actie. Gaat Joran van Zanten voor de tweede keer niet voorbij. Gelukkig. Goed verdedigend werk daar van Joran van Zanten. Nu DVS. Heiko Epe. Koen Vloedgraven. Mooie bal op Maurice de Ruiter, zeg. Als die aanname goed is. Leek op Hens. Publiek reageert erop. Maar meneer Kloet vindt het van niet. En die gaat daarover. De Groot. Renken. IJzerman. Bal is voor Jongeling. De Vries. Oh, dat gaat een schotkans aankomen. Net naast de goal van Daan Huiskamp. Schot van Bouwius. ...34e minuut. Roald de Vries. Goeie redding van de keeper en een goed schot van Roald de Vries. Wat de rest is de corner. Opnieuw Roald de Vries. Met de corner. Goeie bal.
Daar was Basile Camara dicht bij een doelpunt. Renke kan die bal oppakken. Romayon achter hem aan. Een balletje op die nummer 16. Gevaarlijk moment daar. Daan Huiskamp treedt daar goed op. Voordat Bouwius gevaarlijk kan worden. IJzerman. Schokker. Hardijk. Voorzet. Gaat er niet direct voorbij. IJzerman. Gevaarlijk schot hoor. Net naast de goal. Een metertje of twee naast de goal van Daan Huiskamp. Benjamin Romion terug op Kai Velda. Hayrip in actie. Is goede bal. Heiko Epe. Hier ruimte. Benjamin Romion. Gaat naar binnen. Benjamin Romion nog steeds. Kai Velda met een schot. Mooi schot. In de handen van keeper Jansema. Goed geschoten. De Groot met een bal op Stelpstra. Een lange spits. Pot kan overnemen. Hayri Pinashi. Maurice de Ruiter. Legt die bal klaar voor Joran Pot. Hele goede bal daar op Benjamin Romayon. Maurice de Ruiter. Via verdediger gaat die bal net over de goal van Kippen Jansema. Wordt een corner voor DVS. 16 minuten gevoetbald in de tweede helft. Eens kijken of deze vrije trap voor gevaar gaat zorgen. Robert de Vries. Goeie bal. Corner. Via verdediger. De bal over de achterlijn. Bal de lucht in. En nee. Scrimmage voor de goal. Heel goed werk van Heiko Epier. Kon vloedgraven. Bal richting Maurice de Ruiter. Bal komt bij Joran Pot. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Gaat schieten. Mooi schot. Joran van Zanten. Hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. Joran van Zanten. Koen Vloedgraven. Maurice de Ruiter. Bal niet zuiver. Heiko Epe. Joran van Zanten. Hayri Pinashi. Mooie bal. Romayon. Maurice de Ruiter maakt ruimte voor zichzelf. Goeie bal daarop. Kon Vloedgraven. Nu nog niet. Kai Velda. Roald de Vries. Roald de Vries. Kai Velda. Benjamin Romayon. Niet bij Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter geeft geen overtreding. Mag door. Nog steeds. Robert de Vries. Nu wel neergelegd. Overtreding. Vrije trap. DVS. Kom Vloedgraven. Heiko Epe. Benjamin Romayon. Benjamin Romayon. Kai Velda. Goeie bal daar hè, op Heiko Epe. Mooie voorzet. Maurice de Ruiter net niet. En daar schiet. Joran Pot via een verdediger de bal over de achterlijn. Komen meer kansen. Maar komen er ook doelpunten. Misschien uit deze corner. Kai Velda. Kai Velda. Goeie corner. Op het hoofd van Basile Camara en ja, in derde instantie valt de goal dan. Deze bevrijdende goal voor DVS. 1-0 voorsprong. Joran van Zanten volgens mij. Eerst was het Basile Camara die in wou koppen. Ik geef hem aan Joran van Zanten die het laatste tikje gaf. Benjamin Romayon zat er ook nog aan.
Maar belangrijker is dat Davies hier op een 1-0 voorsprong komt tegen Harkema. Ja, beste mensen, 1-0 voor Davies 33, nummer 4, Johan van Zotten. Maurice Struijter. Dat is iets te makkelijk. Harkema. Goed, Daan Huiskamp. Op zijn knieën. Aanval loopt door. Potverdikke, maar wat een buitenspel. Nee. Daar valt hij toch die 1-1. Begint daar eigenlijk bij te makkelijk uitverdedigen van Maurice Struijter. Daan Huiskamp pakt in eerste instantie, pakt in tweede instantie. Maar daar is... ik heb nog niet gezien wie er gescoord heeft. Maar de stand is hier gelijk. Op Hardijk. Goed werk daar van Basile Camara. Gaat met zijn lange benen er vandoor, met lange passen. Kijk eens, gaat helemaal de 16 meter binnen. En wat gaat hij doen? Oh, hij schiet op de kruising. Wat een actie van die Basile Camara. En dan valt hij net op de kruising. Dat was een... Zo kort na de wedstrijd DVS tegen Harkema's Boys gaan we, zoals je van ons gewend bent, de wedstrijd analyseren. Dat doen we met de beide trainers, Henk Hedder en Roeland ter Berge. Henk, jouw verhaal zo kort na de wedstrijd. Ja, als je het aan het eind kijkt, dan is de 1-1 vind ik wel een terechte afspiegeling. Ik moet zeggen dat wij beide helften goed begonnen. Maar dat er waren ook momenten in waarin DVS weer wat beter waren. En er waren weer momenten waarin wij de bovenliggende partij waren. Nou, uit een corner komen zij uit op een 1-0. Nou ja, en dan weet je, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Want dan is de tijd, dat is dan je tegenstander. Maar goed, ik heb toch nog wat wissels gebracht. Waardoor we toch wel toch probeerden om toch die 1-1 te maken. Nou, dat pakte goed uit. Ja, en op een bepaald moment dan op het laatst proberen... Ja, ook nog voor de overwinning te gaan, maar dan kan het aan beide kanten, kan de goal vallen. En op zich is het nog terecht 1-1. Oké, Roland, je komt mooi op 1-0 voorsprong met je ploeg. Jouw verhaal over deze wedstrijd? Nou ja, ik denk dat we de eerste helft gewoon wat moeite hebben gehad om kansen te creëren. We hadden wel wat balbezit, we hadden hem sneller moeten verplaatsen denk ik, van kant naar kant. En dan hadden we wat meer ruimtes kunnen krijgen denk ik, voor ons spitsen. Dus al met al niet heel veel kansen gecreëerd de eerste helft. In de rust probeer je een aantal dingen aan te geven. En ook van wat zijn mogelijkheden om kansen te creëren. En, even na rust was het denk ik nog even gelijkwaardig. Toen zaten wij ook op een fase van we gaan een aantal wissels gaan we doorvoeren. Om toch wat meer variatie te krijgen. Nou ja, maar eigenlijk begonnen we gewoon in die fase, gewoon zeg maar 5 minuten, 10 minuten na rust, begonnen we gewoon goed te voetballen. Konden we op hun helft blijven, creëren we een aantal kansen. Er werden 2 aardige schoten werden geblokt. Toen was het wachten eigenlijk gewoon op de 1-0 en die viel uiteindelijk uit de corner. Ik denk voor die fase was dat even terecht, denk ik. Wat Henk net ook zegt, toen gingen hun wisselen. En dan komen hun wat meer en wat opportunisme. Betekent voor ons weer dat wij eigenlijk juist heel goed de bal in de ploeg moeten houden. Daarin werden wij, vond ik, wat slordig. Konden we moeilijk de bal vasthouden. Ja, en dan gaan, dan hebben hun toch een aantal mensen die gewoon goede trappen hebben, goed weg kunnen leggen. En dan zie je dat toch weer één zo'n moment komt dan die goal weer uit, die 1-1. Zeker in de fase waarin we nu eventjes zitten met elkaar, dan is het natuurlijk wel, dan slopte wat in die ploeg van gaan we nog volop de aanval spelen om de winnende te maken. Maar ja, al met al hebben hun in de tweede helft zeker niet veel gecreëerd. En vond ik dat we op basis van de tweede helft misschien wel wat meer hadden verdiend. Maar over de hele wedstrijd denk ik wel dat 1-1 ook een terechte uitslag is. Tevreden met de 1-1? Ja, al met al als je naar de hele wedstrijd kijkt dan... net wat ik zei, dan was DVS af en toe de beter voetballende ploeg. En op een bepaald moment kwam Harkema's Boys weer naar boven toe. Ik moet zeggen, het is niet een wedstrijd geweest met heel veel kansen. Nou, dat was natuurlijk ook onze bedoeling, om het wel gesloten te houden. Nou, dat is ons goed gelukt. Goed, zij komen voor met 1-0, wij maken de 1-1 en terecht uitstaand. Oké, Roland, schiet je wat op met dit punt?
Ja, het is een punt erbij, maar je wil er altijd drie hebben. En ik kijk gewoon vanuit mijn eigen ploeg en dan is het wel mooi, zeg maar. Je komt 1-0 voor en dan, dan hoop je gewoon zeker met de tegenslagen die je gehad hebt, dat je hem over de streep trekt. Dat je dat dan met elkaar kan opbrengen. En, ik vind wel dat ze ervoor geknokt hebben. En, kijk, het is ook gewoon, als je kijkt naar de hele wedstrijd, je hoort dan wel eens beleving en zo, wat is dan beleving? Maar we moeten zeg maar gewoon echt heel veel moeite doen, ook aan de bal. Heel creatief zijn, heel veel moeite doen om kansen te creëren. Wij scoren niet heel veel doelpunten. En, dus er gaat heel veel energie ook bij ons in het balbezit. En, soms kun je ook wel opportunistisch gaan spelen, maar dat is niet echt ons spel. Daar hebben wij ook niet echt de spelers voor. En ik vind wel dat de spelers hebben weer veel energie gegeven. Het is jammer dan dat ze niet die 1-0 over de streep hebben kunnen trekken, want dat hadden ze wel verdiend, vond ik. Maar het is een punt erbij en we gaan gewoon weer keihard verder. Wat ik zei van de week, schouders eronder en punten halen. Oké. Henk, volgende week spelen jullie tegen? Ja, dan moet ik even het antwoord schuldig blijven. Zal ik net aan te denken? Weet iemand dat hier... Goeie vraag. Goeie vraag. Maar we zijn met deze wedstrijd bezig en dat blijft nog eventjes zo, want we gaan het weer analyseren. We gaan kijken waar de verbeterpunten lagen en dan gaan we volgende week weer naar de volgende tegenstander toe. Oké, succes daarbij. Roland, volgende week tegen Rijnsburg. Rijnsburg, ja. Ik zeg maar voor. Ja, nee, ik wist het. Ik wist het dus. Dankjewel. Oké. Bedankt voor dit interview, heren. Graag gedaan. Thank you.